Ja, wat een toestand zeg, rond die Johan Derksen. Ja, nou ja, als er eentje mij heeft afgezeken in het verleden, dan is hij het wel. En ja, dat ik het nu eigenlijk een beetje voor hem moet opnemen, dat is eigenlijk ongehoord. Maar goed, kijk, Johan, die hebben wij benoemd tot onze nationale azijnman. Ja, dat hebben we gedaan. Zeik de boel maar af, lul maar raak. En wij vinden dat allemaal geweldig in Nederland. Want in Nederland houden wij namelijk van afzeik. Dat vinden we leuk. Ja, en daarom kan Johan ook gewoon op tv. Want in geen enkel ander land, geloof mij maar, en is het Frankrijk, Engeland of Duitsland, gaan we zo iemand vinden. Nee, wel bij ons in Nederland. En dat is heel bijzonder. Alleen nu hebben we in één keer een hoop commotie rond onze nationale azijnman. En God mag weten waarom. Luister goed. Ineens was er dus die moord in Amerika. We krijgen overal demonstraties in Nederland. En dat ging daar dan niet meer over. Nee, want het ging in één keer over, weet ik veel, slavernij, Zwarte Piet en noem maar op. Ja, nee, ja, goed. En toen raakte die hele discussie over het racisme, raakte gewoon volkomen oververhit. Ja, iedereen sloeg door en het werd een chaos. En is het nog steeds, van, heb ik jou daar? Nou ja, goed. Johan, onze nationale azijnman, die wist dat, die weet dat. Maar goed, het onderwerp racisme komt natuurlijk bij hun ook in je uitzending dik aan de orde. En Johan heeft duidelijk gemaakt, en echt heel erg duidelijk, dat hij tegen racisme is. Hij zegt, als je dat bent, dan ben je niet goed op je hoofd, dit en dat, mag je niet meedoen aan deze maatschappij. Dat heeft Johan allemaal gezegd. Dus wij weten van Johan, hij is geen racist. Maar wat doet onze nationale azijnman? Die besluit ineens toch nog lollig te doen over Zwarte Piet. En dat wordt nu benoemd als zijnde racistisch. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Het is een hele slechte grap. Dat is wat het is. Je moet dingen nooit met elkaar verwarren. Dus je moet bijvoorbeeld houden van en geil moet je niet met elkaar verwarren. Dat zijn hele andere dingen. Dat is dit ook. Dit is gewoon geen racisme, maar een slechte grap. Ja, en commotie in het land. Ja, maar niet direct na de uitzending. Nee, en ook niet de volgende ochtend. Nee, dat begon eigenlijk pas ongeveer 1,5-2 dagen later. Toen begon het pas. Toen gingen de mensen zich roeren en toen begonnen een beetje het geklaag van, nou, dat was toch wel heel erg racistisch wat hij had gezegd. En dan krijg je dus een na-uil-effect nog eens een keer. En dan 2 dagen later, dan komen ineens de stoere sponsors. Dan komt de Gillette en Bavaria. Nee, wij distancieren ons van de uitspraken van Johan. Ja, 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 ja. Door de commotie. Had dat gezegd, jullie sponsors, gelijk op de dinsdagochtend na die uitzending. Dan had ik jullie geloofd, maar nu niet. Ja, want dan ging iedereen, die ging zich natuurlijk ermee bemoeien. En iedereen, en dan door die volksverontwaardiging, want dat is het dan ineens. Ja, en dan gaan allerlei mensen reageren. En nu ook de spelers van het Nederlands elftal. Ja, die zeggen, ja, we geven geen interviews meer aan VI. Had je eerder moeten doen. Dat had je nou eerder moeten doen. Toen al het voetbal altijd werd afgezeken in het programma. Nooit gedaan. Nooit gedaan. Dit is niet het moment. Dit is zeker niet het moment. Dus al die dat gedoe en alles wat er gezegd wordt. En alles het gedoe van die sponsors en van die spelers. Allemaal volkomen ten onrechte. Ja, want het komt allemaal terug tot één simpel dingetje. Onze nationale azijnman heeft gewoon een hele slechte grap gemaakt.